Yo, wat is het mensen, Dubs Gamer hier en vandaag weer een nieuwe episode van Durfus de Kijker in Rocket League. En dit keer speel ik tegen Mr. Cannonball. En even kijken, vorig potje had ik dik gewonnen natuurlijk. En ik hoop dat dit potje misschien wat spannender gaat worden met Mr. Cannonball hier. Even kijken, oké, Cannonball, je hebt deze dingen. En als je de video natuurlijk leuk vindt, zou ik zeggen, doe natuurlijk het duimpje keihard omhoog. En als jij ook tegen mij wilt battelen in Durfus de Kijkers in Rocket League, dan zou ik zeggen, volg me op Twitter. Hou de berichten goed in de gaten wanneer ik zeg van, yo, nu ga ik dus opnemen met die dingen. Met Durfus de Kijkers. En dan zou ik zeggen, ja, volg gewoon. Ik weet niet wat ik zeg op het begin. Gewoon, oké, ik plaats wel eens tweets. Dan zeg ik van, oké, over zoveel tijd dan ga ik zeg maar weer opnemen. Like deze tweet of nee, ik zeg van, om 4 uur ga ik bijvoorbeeld opnemen. En like deze tweet en zorg dat jij mij volgt. En dan DM ik vanzelf, zeg maar, het wachtwoord en de naam van de server. En dan kun jij gaan joinen. PlayStation kan joinen, Xbox kan joinen, PC kan joinen. Iedereen kan joinen als het goed is, want het zijn gewoon private servers. Ik kan van iedereen joinen. Dus, jongens, laten we gewoon bezig gaan. Oké, dus dit keer speel ik tegen Cannonball. En hiervoor had ik Dutch Switches. En een episode hiervoor. Dus even kijken wat dingen doet. Oh boy, fuck. I fucked up. Oké, gelukkig is Cannonball niet heel snel bij de bal nog. Hij is een pro, dus als het goed is, heeft hij nog niet heel veel gespeeld. Oh, hij laat die bal met de rust. Oké. Ik zie wel dat Cannonball wat meer defensief speelt. En I don't blame you, man. I don't blame you. Dat is absoluut begrijpelijk. Oh, mijn god. Ik wou die boost pakken en ik heb die boost nog niet gepakt. Dus dat is een beetje verschrikkelijk voor mij. Oké. Voor jou, Cannonball, alsjeblieft, hè. Oké, boost, give me boost. Ja, dankjewel. Oké, dankjewel. Toppie. Nee, Cannonball, doe dat even niet. Ik zit hier zo kut te spelen hier, merk ik wel. Oké, die pinchen we even en dan gaat hij niet zo hard als ik verwacht had. Gaat hij dan naar voren toe? Oké. Oh, fuck sakes. Oké, wacht. Je mist hem ook. Oké, Cannonball. Oké, gelukkig heb ik toch iemand die ook heel veel mist hier, oh. Daar ben ik blij om, dat kennen we al toch een beetje. Ik zeg schijt tussen mij. Ik ben echt een bagger in het spel. Maar goed, als je dat ook leuk vindt, doe natuurlijk een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk voor meer. Als je meer wil zien, dan zou ik zeggen, doe dat zeker. Oh, ik had gehoopt dat ik dacht dat ik er achteraan ging en die erop in ging spelen, maar dat deed hij niet. En ik had de bal gemist. Dus ik zeg altijd gewoon van, ja, dat is een tactische zet hoor. Maar eigenlijk is dat absoluut dus niet. Oh, wat? Ik dacht dat hij er al achteraan ging, want ik hoorde jarr, van zijn boost, weet je. Dus ik dacht dat hij al die kant op ging, maar dat is dus niet zo. Ik snap niet waarom ik zo shit speel, jongen. Dit is echt verschrikkelijk. Oké. Zo. Oké, ja. Hij heeft de bump gekregen en hij kan deze niet meer stoppen. Dus dat is 1-0 voor mij. En dit is natuurlijk deze serie, doe ik een best out of 3. En de eerste die 2 wins heeft, die wint natuurlijk de 1 versus 1 battle. Dus niet dat je één potje gedaan hebt als het meteen klaar is en dat het gewoon over is. Nee, er zijn meerdere potjes, 3 potjes doen we. En we moeten even kijken of het je daarin lukt, weet je. En ik denk dat ik gewoon dezelfde map hou voor de 1v1's. Dus elke keer gewoon dezelfde map. Anders heb je natuurlijk wel zo dat je opeens één map helemaal gewend bent. En dan gaan we opeens Neo Tokyo doen. En dan zit je echt zoiets van, what the fuck is dit voor map? Wat de fuck moet ik hier, weet je? En oké. Dat is niet zo moeilijk, Cannonball. Dat had ik wel kunnen tegenhouden, jongen. Oké, die gaat er overheen. Dat is top. Die gaat de goede kant op, trouwens. Misschien wel heel goed, trouwens. En bof, dat is een goal. 2-0 voor en moi. En ik moet eerlijk toegeven, ik speel nu absoluut beroerd. En degenen die heel goed in het spel zijn, die zullen denken van, dude, hoef jij even... Ja, nee. Ik heb gelukkig is geen rank dat je nu ziet. Dus, oh, ik had ergens een rank moeten vragen. Dat doe ik in de vorige episode ook nog. Oh, fuck. Oh, mijn god. Ik had die bijna zo zwaar opgefokt, jongen. Dat is niet gezond. Oké, die gaat mooi daar verderop. Cannonball gaat erachteraan. Oh, Cannonball heb ik... jammer, jongen. Ik heb hem afgesneden op het einde. Sorry, Cannonball. Normaal probeer ik dat nooit te doen. Maar het is eenmaal zo gebeurd. Ja, hij reed ook al een beetje op mij in. Dus je ging natuurlijk voor de boost, volgens mij. Dus oké. 3-0. Het gaat een beetje Cannonball om de pijn een beetje te verzachten. Hiervoor, de episode hiervoor ging slechter. Voor degene waar ik tegen speelde. Dus dat is. Oh, onk. Oké, die gaat daarheen. Voor mij is Cannonball niet helemaal van de aerials. Dus als ik hoge balletjes ga doen, dan weet je daar denk ik niet echt veel raad mee.
Alleen dit is een beetje kut. Nu heeft hij zeg maar een hele voorsprong hier. Oh, hij heeft hem al gepakt. Oh, ik heb hem even gebeukt. Dus hij is een beetje van wow, what's happening? Oh, cannibal! De foute hero! Cannibal, please! Thanks. Gewoon om even in te wrijven, weet je. Gewoon thanks. Oh, cannibal! Waarom, man? Waarom? Dat is zo zuur. Zo zuur is dat. I know the feeling, man. Dat soort kutdingen heb ik ook wel eens vaak. Oh, fuck. Hij gaat ervoor. What the fuck? Oké, die gaat niet hoog. Oké, ik dacht die gaat hoog, dus speel ik een boy op in. But no. Kijk, oké, vooruit. Eén goal voor jou, de cannibal. Ik weet niet wat ik dat deed, serieus. Ik weet niet wat ik dat deed. Oké, 4-1. Nou, de potje heb ik sowieso denk ik al in mijn pocket. Want 4-1, ja, 20 seconden gaat je nooit echt lukken meer. Dus, oké. Nou, deze schiet ik er gewoon weg. Weet je, ik kan op zich wel defensief spelen, want de goals heb ik al. Alleen ik zie hier een mooie kans, dus die wil ik natuurlijk ook nemen. Oh shit. Daar is de Crimson Chin. Huh. Oké, ik weet niet wat ik hier deed. Wauw, ik ben zo goed hierin. Oké, dus deze ronde is dus gewonnen door mij. GG. En dat betekent dat we overop gaan naar potje nummer 2. En als ik deze win, dan heb ik natuurlijk de episode weer gewonnen. En we zullen zien hoe lang ik een winning kill of een winning streak kan houden tegen de kijkers. Dus get ready, cannibal. Round nummer 2 komt eraan, jongen. Kijk of jij geleerd hebt van je foutjes. En of je dit keer misschien beter speelt. We hebben nu een andere helft trouwens dat we hebben. Maakt toch niks uit welke helft je speelt. Maar nu ben ik blauw in plaats van rood. Misschien dat de coole feintjes, dat de titel misschien beter is voor hem. I don't know. We zullen zien of hij beter presteert in een rode team. Misschien is dat wel meer zijn jam, meer zijn kleur, meer zijn swag. Oké, deze kan ik wel tegenhouden. Oh, Cannibal kwam er ook in. Die tikt hem ook aan, maar niet helemaal fantastisch zoals hij waarschijnlijk wilde. Oké, deze loppen we zo de lucht in. En dat zijn lastige balletjes natuurlijk. Oké, ik heb hem net voor zijn neus weggehaald, want anders... Wist hij waarschijnlijk wat hij ermee moest doen. Oh, nee, kijk, die ging het verkeerd. Oh, nee, de boost kan ik nog niet pakken. Oké, dan pak ik deze hierachter. Deze heeft hij toch sowieso niet. Want hij gaat nu denk ik afwachten, denk ik. Zo. Oh, fucking hell. Oké, ja, Cannibal, je brengt hem naar jouw goal toe. Oké, dat vind ik best. Oh, Cannibal, wat doet hij? Cannibal, please. Oké, wacht even, Cannibal. Just a minute. Oké, wacht even. Hij gaat daar nu... Hij draait iets. Wat doe je, Cannibal, please? What are you doing, man? Oké, wacht. Dit gaat fucked. Oké, dit gaat echt zoals niet... Ik weet niet. Ik moet even gewoon achter. Ik wil meer vaatbaltjes hebben. Dus kom op, Cannibal. Geef me die mooie vaatbaltjes, jongen. Oh, oké. Jij wilt me beuken? Gaan we zo spelen, Cannibal? Gaan we zo spelen? Ben je me beuken, hero? Ja, je moet dus even oppassen, jongen, man. Oh, fucking life. Ik moet zelf oppassen, want ik ga eigenlijk ook nog scoren. Eigenlijk serieus ook nog scoren. 1-0. What am I doing? What am I doing? Oh my god, oké. Nou ja, vooruit 1-0. Die heb jij, Cannibal. Als ik ook nog ga verliezen. Ik ben een fucking expert tegen een fucking pro. Een pro is level 20. En ik ben level fucking 40, jongen. Oké, dit is een mooi schot. Dit is een goal. En het is ook nog een goal. Kijk eens aan. Zo maken we de comebacks, jongens. Zo maken we de comebacks. Is het een comeback? Nee, ergens niet. Maar zo maken we goals. Oké, nice. Dat is goal nummer 1. Ik moet meer van dat soort mooie balletjes in de lucht hebben. Weet je, want daar weet ik ook tenminste. Oh, dat is zuur. Dat is zuur. Is de goal. Oh, dat zal rot voelen. Ik heb even een stukje gewacht. Want ik dacht van, oké, misschien dat het nog werkt. En het werkt gewoon perfect. Het had niet harder moeten dan dat hij net. Had ik net tegen de bovenlat aan gezeten. Oké, hij gaat nu naar de linkerzijde. Of rechterzijde, sorry. Voor hem links. Laat het zo afbouwen. Oké, nice. Pew. Oh, wow. Oh, god. Wacht even. Cannibal, mag ik even? Dankjewel. Oh, mijn god. Wat was dat voor prutserij? De cringe is real. Nee, toch niet. Oh my god. Echt waar. Ja, het is een beetje embarrassing. Maar ik win het potje, weet je. Het gaat daarom. Het gaat niet om hoe ik nu rij of hoe ik nu dingen doe. Het gaat nu echt om
hoe ik dus deze mooie goal maak. Die mooie goal. Die dan, zie die gaat? Zie gaat? Zie? Die mooie goal. Thanks. Haha, got him. Hoppakee. Dat is tenminste weer 4-1. Hij heeft nog 2 minuten 50, dus er kan serieus nog van alles gebeuren. Ik kan natuurlijk de meeste erge fuck-ups maken ooit. En dan kan ik opeens achter staan. Dus wie weet, doet hij het opeens wel hartstikke goed hoor. Oh, oh. Ik zit helemaal vol te kutten hier ook. Oké, Cannonball komt hier zo. Deze hou ik wel tegen. Deze heb ik wel de tijd voor. Oh, wacht. Ik wil even de boost hebben, dankjewel. Ik weet niet wat hij dat deed. Volgens mij reed hij daar achteruit. Dus, oké, Cannonball. Waarom deed je dat? Waarom ging je achteruit rijden? Oh, hij had zichzelf heel slecht gepositioneerd. Dus hij moest al achteruit rijden. Kom op, Cannonball. Kom op, Cannonball. You can do this. I believe in you, man. Geef die echte cannon shots, jongen. Geef die echte cannon shots. And once again, he was typing and I make the goal. Oi, 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 Cannonball. Ah, zuur. Het is zuur. Oké. Okay. Geef niks, geef niks. Zo. Oh, ik dacht misschien hetzelfde dingetje weer. Maar nu heeft hij een slechte start. Dus ik kan op zich... Oh, wat een kakgoal is dit, jongen. Wat een kakgoal. Oké, oh wel, oh wel, oh wel. Wat een verrekte kakzooi is dit. Oh. Oké, Cannonball, als je deze nu... Oké, ik wou net zeggen, als je die nu opeens oppakt... Oh, nice shot. Nice shot, heel goed gedaan, Cannonball. Wat is een nice shot? Welke kant zit het voor mij? Dus een nice shot hier. Dus goed gedaan, Cannonball, serieus. Goed gedaan. Hartstikke idee. Oké, dat is een mooi setje voor mij. En dan, oh. Ik weet niet waar hij is trouwens. Helaas, 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 Cannonball. Volgende keer beter, jongen. Nou, dat is weer een goal voor mij. Dus 8-2 staat het op dit moment. Poeh, poeh, poeh. Het gaat hard, jongen. Het gaat hard. Oké. Zo, en dan gaat hij naar zijn zijde met hoe de mine is. Dus hij gaat niet op af. Dus ik vraag me af waarom niet. Als dit een goal wordt. Cannonball, Cannonball, Cannonball. Ik dacht het begin van het potje, het gaat zo lekker voor hem, weet je. Maar het is toch weer uiteindelijk de andere kant op gegaan, Cannonball. Oi, oi, oi. En is dat ook voor compleet random trouwens, met wie ik speel. Het is gewoon random, ik heb een tweet met likes erop. Ik doe random.org, ik heb een nummer. En met dat nummer, zeg maar, pik ik iemand uit. Oh kak, ik had hier veel beter kunnen dribbelen. Ik had hem op zich mooi bij de hand, alleen op het einde was ik een beetje... ging ik een beetje rechtdoor de hele draaien en dan kon hij makkelijk erop inspelen natuurlijk. Okay, deze gaat niet het goal in, dus ik doe het zo even. Zo, en dan zo, oké. Zie je, wat het ding is met de bal, je kan hem heel hoog schieten. Als hij net naar grond raakt en net naar boven gaat, dan moet je schieten. Dan kan je hem echt keihard schieten, jongen. Oh, deze scoort, jongen, serieus. Nee, die gaat niet scoren, oké. 9-2. Kan ik er 10-2 van maken, denk je? Ja, vast wel. Zie, dit is het ding. Nu zit hij helemaal confused en weet hij niet wat hij moet doen. Oh, Cannonball, wat doe je? Oh shit, dat is een nadeel voor mij, dat is een nadeel voor mij, dat is een nadeel voor mij. Dat is echt een hele grote nadeel. Nee! Oh, kak! Oh, ik had hem makkelijk te kunnen tegenhouden, maar dat ging hem zelf. Oh my god, waarom? Waarom? Oh wel. Wacht even, ik probeer even kijken wat hij doet. Oeh, hij ging er achteraan, oké. Normale mensen doen zeg maar nooit echt erachteraan gaan. Dat verbaast me wel een beetje. Oh, dat was slecht. Ik moet echt leren dribbelen. Ik moet langzamer die bal. Ik moet meer balcontrole hebben erover. En dat ben ik natuurlijk aan het leren. Dus. Oh kijk, dat ging net niet goed. Nou, weet je wat? Ik pak deze boost hier aan de zijkant wel. Dan gaat hij die. Oké. Wacht even. Oh mijn god, we hebben beide opgepakt. Oké. Nou, hij kan natuurlijk weer terugvallen. Oh, hij is heel snel teruggevallen trouwens. Deze gaat mis. Oké. Ik wou nog de 10 maken, weet je. De dream. De 10 dream. Please! Oh, god dang it! Ja, fuck. Ik dacht die gaat mooi erin, maar helaas. Oké, ik laat hem deze doen. Ik laat hem deze doen. Helaas jongen, helaas. GG jongen, GG. En dat was weer het potje van vandaag. Als iedereen, als je de video natuurlijk leuk vond, doe natuurlijk een duimpje kaart omhoog. En abonneer natuurlijk voor meer. Als je mee wilt doen met deze serie, zou ik zeggen, volg me op Twitter.
vanzelf plaats ik een berichtje van oké, over een uurtje of om 4 uur, 3 uur, 8 uur ga ik dus weer de vaste kijkers opnemen in Rocket League. Als je mee wilt doen, moet je wel volgen en moet je deze tweet liken. En dan kies ik gewoon iemand uit om mee te doen. En zo kun je dus meedoen. Dus jongens, tot de volgende keer. See you later. Alligator!